weken geleden in Op het Oog ontmoeten wij Oleg, een Russische acrobaat die in Nederland is voor het Russische staatscircus. Oleg, hè? Ja. Oleg, can we come and visit the circus? Okay. Waarschijnlijk had Oleg nooit vermoed dat we echt lang zouden komen. Nou, Oleg, we zijn er. Bijna met z'n allen. Russisch staatscircus. Russisch staatscircus. Ja, ik vind het gaaf, hè, Menno? Ik vind het echt helemaal te wauw. Ik zit even mijn circustalent te bedenken. Nou? Nou, ik wil het allerliefste naar de dieren. Ga jij doen, kleine? Nou, ik heb gehoord dat er een of andere Globe of Death is. Het is een bal en daar gaan ze in crossen met motoren. Dus ik denk dat ik maar eens achterop ga bij even die gasten. Wat wil jij doen in het circus? Ik weet het nog niet. En als de grootste scheiter? Wat? Wat ga jij doen? Ik ga iets heel lenigs doen. Iets acrobatisch. Wat mag ik gaan doen? Chris, je bent een clown. Jij bent onze enige echte clown, Chris. Dus dan kunnen we samen een circusje beginnen, toch? Een mooie circus. Dit is Oleg. Naar de legendarische clown Oleg Popov. En het schijnt echt een enorme eer te zijn om deze man te mogen ontmoeten. Komt ie. Ik ben die du. Wir sind wiesend und mehr. Naarmate die zich dus, hoe noem je dat, schmiedt en zijn pruik opzet, wordt hij ook steeds vrolijker. Hij begon een beetje rustig. En dan gaat hij een beetje neurien en hij gaat steeds vrolijker kijken. Het is 72 jaar, hè? Mr. Popov, thank you very much. Sure. Oh. Ik had me er iets meer van voorgesteld, maar toch. Hij is weg en weg is hij. Die tijger die daar nu staat, die heb ik persoonlijk geaaid. Ik wil hier heel graag iets mee doen. Hij stond op en hij deed zijn poot door dat hek. En hij heeft mijn horloge los gedaan. Want het is echt een knappe tijger. Hij deed mijn horloge los. Heb je nog steeds zin? Ja, zeker. Maar zien ze mij niet als lekker? Nee. Is het gevaarlijk? Ja. Het is een roofdier. Dus ja, natuurlijk is het gevaarlijk. Weet je het zeker? Ja. De camera maar af. Ja? Ja, de camera. Wat? Kom. Dit was niet de bedoeling. Snel. Kom maar, Chris. Snel. Mag ik ook mee naar binnen gaan? Fuck. Daar had ik niet op gerekend. Wauw, dit is te gek, Chris. Ja? Wauw. Het schijnt redelijk in mijn toe. Ik ook. Oh, mijn hart. Ja. Hij kijkt wel heel eng aan. Hij heeft ook doen, Sophie? Oké, hij gaat lopen nu. Samba, onwijs bedankt. Ik vond het Jungle Book iets minder spannend. Mag ik even het sluipje zien waarmee je de kooi inging? Ja. Maar dat mocht hij juist niet doen. Ja, dat was niet goed. Ik moet normaal doen, maar ja, probeer dat maar eens. Mag ik even vragen wat er aan Jezus op mijn rug zit? Tijgerkwel. Dit is echt best wel eng. Ik ga de knoop op dit doen. Ik mag kiezen, ik mag of in het midden gaan staan of achterop bij een van die motorgasten. En ik ga achterop. Oké, Menno en ik moeten weg naar een hele belangrijke filmpremière. Oh, ik hoop dat het goed gaat. Ja, je stunt dan? Hè? Je stunt? Ja, ik ga nu nog even achter de coulissen even met die zes meisjes zoenen. Dat vind ik een goede stunt. Heb ik mij niks gedaan. Vind ik een goede stunt. Vrouwtje. Jongens, te gauw. Ik vond het cool met je te hebben gewerkt. Pas op alsjeblieft. Doe voorzichtig, hè? Vrouw, kijk eens achter je. Oh jee. Daar komt de kooi. Ze vinden het gevaarlijk als vrouwtje achterop gaat zitten, maar ik hoor ze nu net over een riem dat ze wordt vastgebonden. Nou ja, ze doen het dus nooit. Er zit nooit iemand achterop. En hij, zeg maar die gast op die motor. Ja.
die vraagt zich af of ik niet loslaat als ik misselijk word. Maar ja, ik weet gewoon niet of ik misselijk word. Is it dangerous, sir? Of course. Ik vind het toch niet meer zo heel erg relaxed. Hier. Wow, dit is echt heel vet. Ik ben helemaal duizelig. Je bent een held. Spek is oké. Lekker, helemaal. Dankjewel. Oké, ga naar buiten. Ja. Dit is hem dus. Oleg. Oleg is de reden waarom we naar het Staatscircus zijn gekomen. En Oleg heeft het waarschijnlijk de enige van alle mannen die een sixpack heeft. Ja. Hè? Ja. Can you show us your sixpack? Your belly. Alright! Kijk even naar Chris! Ja, cool! Woe! Cool dude! Oké, Oleg! Ja! Oleg! Yeah! Meer info, sixpack.tv.